Ja, dit is het mooiste afscheid wat je kunt bedenken als coach, denk ik. Je pakt twee prijzen, je pakt de kampioenschap en je pakt de beker. Dus ja, mooi kan niet. Hey! Andere poldergenoot. Ja, en dat was Desiree van Lunteren natuurlijk. Daar heb jij ook vijf jaar lang mee samengewerkt hier. En, hier bij Ajax vijf jaar en daarna, daarvoor eigenlijk AZ en nog een gedeelte Nederlands elftal. Dus ja, het is wel bijzonder, ja. En hoe ga je dan vertrekken bij Ajax? Met wat voor gevoel? Nou, een beetje een pijn in het hart. Kijk, je bent vijf jaar bij een club, dat is best lang. Ik wist van tevoren dat ik wel wat meer tijd nodig zou hebben dan één jaar om de boel op de rit te krijgen. Want je moet helemaal opnieuw beginnen, op nul beginnen. Twente had daarin een voorsprong van 7 jaar. Nou, dan moet je zorgen dat je heel stabiel gaat bouwen, dat je een fundament neerlegt. Nou, daar ben ik niet de enige natuurlijk in. Ik ben misschien het uithangbord, maar Marleen Molenaar heeft daar een belangrijke rol in gehad. En de rest van de staf die achter mij functioneert, met mij functioneert. Ja, en de club die zet het natuurlijk uiteindelijk zelf ook op de kaart. Hè. Als je kijkt naar wat er geïnvesteerd wordt voor het vrouwenvoetbal bij Ajax. Ja, dan is dit denk ik de juiste vertaling voor ons. Het moet uiteindelijk op het veld gebeuren. En je moet uiteindelijk prijzen pakken. En als je dat dan doet, ja, dan heb je het gewoon hartstikke goed gedaan. Dus ik ben super trots op dit team. En natuurlijk is het hartstikke dubbel. Dubbel dat je nu met prijzen afscheid neemt en dat je weg bent. Goed, uiteindelijk het toetje, het Europees voetbal, dat mag Benno doen. En dan zal ik vanaf een afstandje hem waarschijnlijk bekijken. Het staat natuurlijk heel goed op je cv, dus je zult wellicht ook eenvoudiger een andere club gaan vinden. Nou, laten we het hopen, want er is nog niks. Dus kijk, uiteindelijk heb ik ook gezegd, ik hoef niet per se in het vrouwenvoetbal actief. In Nederland zal dat bijna niet lukken, denk ik. Dus het zal toch in het buitenland dan moeten. En anders gewoon een mannenteam in Nederland. Ja goed, ik heb gewoon mijn diploma's. Ik mag gewoon een betaalde club trainen. Dus wat dat betreft zou dat niet het probleem mogen zijn. Maar goed, mensen moeten het wel aandurven. Dat is meer het verhaal. En je gaat niet meer verder bij VVOG? Nee, VVOG is mijn contract. Heb ik zelf aangegeven dat ik daar klaar ben. En dat heeft meer te maken dat ik alle opties gewoon open wil houden. Ik wil gewoon fulltime beschikbaar zijn voor een club. En niet dat ik nog een amateurclub erbij heb die ik dan straks in juni moet zeggen van nou, ik heb toch wat anders. Dat vind ik niet zo netjes. En dit is wel het moment hè, om een volgende stap te zetten, denk ik. Ja, nou, dit is het hoogtepunt. En de lat ligt natuurlijk nu wel enorm hoog voor Benno. Maar goed, anderzijds, ja, dit is wel het minimale en het maximale wat wij konden doen als coachingstaf. En je bent zo afhankelijk van je materiaal. Dus. Maar dit jaar was het wel heel exceptioneel. We verliezen er één en de rest spelen we gelijk of winnen we. Dus ja, het is ook denk ik heel terecht.